Een van de verhalen die steeds weer naar boven komt als je het hebt over deze editie van de Mol. Los van de uiteindelijk of je de aanwijzing dan wel of niet duidelijk waren, daar gaan we het ook nog over hebben natuurlijk. Was dit. Ja. Top dat we daar. De eterdiscipline. Misschien moeten we eerst dat fragment kijken. Want de mensen, ik kan me niet voorstellen dat mensen het niet weten, want 3 miljoen kijkers. Maar goed, kijk even mee naar de eterdiscipline en de rol daarin van deelnemster Ellie Lust. Wat is hier nog ergens een kruiwagen? Hier is Remy, over. Of nee, niet over. Ik heb Remy. Hallo, Rob hier. Jongen, hoor je mij? Ik hoor Arjen. Jongens, één ding. Als het gaat over portofoonverkeer, dan vereist dat discipline. Maar waar het om gaat, is dat er eterdiscipline is. En dat betekent eterdiscipline. Ja. Het gaat in ieder geval allemaal om eterdiscipline. Heb ik Rob voor Ellie? Kom eens aan. Hier, Rob voor Ellie. Over. Ellie heeft de boodschap gehoord. Oh, kom op. Ellie, ik heb je gehoord. Ik kom er zo spoedig mogelijk aan. Kijk. Nou hebben jullie natuurlijk opgelet. Irene, je hebt ook opgelet. Als jij nou deze porto pakt. Heb je niet opgelet? Je moet gewoon die zijkant volgens mij indrukken. En wat is die discipline precies? Annemiek, leg hem even uit. Ja, nou ja, de bedoeling is dat je niet zomaar erin gaat lopen blaten. Wat wij dus in het begin. Hallo. Je moet eerst zeggen wie je bent en wie je zoekt. En dan geef je hem over. Dus jij, je weet wie je bent. Je zoekt Luc en ik wil nieuwe kaasstengels. Kan je dat even aan kijken? Of dat... Irene hier voor Luc. Ik heb nieuwe kaasstengels nodig. Nee, dit gaat al niet goed. Oh, dit is niet goed. Nee, je moet eerst wachten. Tot Luc terugkomt. Tot Luc terugkomt, ja. Oh, ja. Oh. Luc, waar ben je? Oh nee, dat is ook niet goed. Irene? Ja? Hey. Jullie zijn zeker. De eterdiscipline, je moet je voorstellen, Luc. Ja, Luc voor Irene. Ja, precies. Zie je hoe moeilijk dit is? Ja, dus, daar ga je dus. Ja. 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 Ja, maar contact. Geen Ellie meer in de buurt. Om Maar zij was van de politie, dus ze was gewend om met van de politie te werken. Goed punt. Ja. Daarom waren wij natuurlijk ook blij met haar. Ja. Momentje. Momentje, Luc. We zitten even in een uitzending. Sorry, ja, maar kijk. Dit is dus heel moeilijk. Zoals de mol kan het niet. Nee, maar de mol wil het ook niet kunnen. Dus. Maar even serieus, maar dit zo'n klein onderdeel al, kan dus al lastig zijn. Dan ben je dus gewoon, maar ben je dan al bezig met, oké, wie is hier aan het... Nou, ja, tuurlijk. Of om zelf te clearen. Als je je zin zo begint en hem halverwege aandoet en dan weer uitdoet. Of je luistert gewoon niet, of je hoort hem gewoon niet. Maar bij de opdracht in de zoutmijnen hadden we geen idee. Wat? Nee, toen waren we nog met z'n allen en het was ook zo'n gekke opdracht. Want iedereen moest overal naartoe. Een feestje. Ik heb alleen gerend toen. Ik heb me op een gegeven moment opgegeven. Ik ben gewoon met Cecile in een bak gaan zout gaan scheppen. Ik denk, ik kom er later wel achter. Maar nee, dan is het nog lastig.